Ik kreeg laatst deze vraag. What the fuck, gast? Ik ben 12. Vette video, maar welke tijdsbeperk gebruik je? Ik ben groot fan van je. Die hard. Die tijdsbeperk. Wat is die pack? Welke tijdsbeperk gebruik je, Leon? Leon, hoe heet die texture pack? Want ik kan hem niet zo vinden als ik gewoon John Smith met Conquest en het type. Maar ja, nice video man. Nice. Welke texture pack is dat? Maar even zonder dolle jongens, we zijn hier natuurlijk met een nieuwe video over de resource pack die gebruikt wordt door mij op Kingdom. Dit is mijn pack, ja jongens, en ik ga deze volledig met jullie delen. Als het goed is hebben jullie wel een keer mijn hele mooie pack gezien die we gaan gebruiken voor Conquest builds. En eigenlijk is dit dus een combinatie van John Smith met daarbij Conquest Weapons en nog veel andere leuke dingetjes. Deze is trouwens gemaakt door Snee00701 uit Magnos. En ja, hij heeft er wel wat tijd voor overgemaakt. Dus even een dikke shout-out naar hem. Linkje van de download staat trouwens in de beschrijving. Dus dan kan je er even naar kijken. En ja, ik ga weer even alles behandelen wat we hier hebben. Ook al heb je de Conquest video wel gezien. Er zijn een paar dingen toegevoegd. Laten we beginnen met de oude dingen eigenlijk. Dat zijn hier de Heavy Foot Soldiers Armor. En hoe krijg je dat nou eigenlijk? Heel simpel. Je pakt een Diamond Helmet. Die ga ik even zoeken. Waar is die? Hier, zo. Dan gaan we even naar een anvil. Die staat hier. En dan doen wij... volgens mij was het Heavy Foot Soldier. Kijk, en dan krijg je deze. En voilà, daar is dus eigenlijk je nieuwe gear. En ja, zo, doen we deze even hierop. En dan zie je al, kijk eens, ik ben een echte soldaat van het Zeraanse leger met toch wel dure kleding aan. Maar deze doen we met Majestic. Je hebt hier dus de Heavy Foot Soldier. Je hebt de Cheap Leather Armor. Dit is alleen te doen met leer. Trouwens, deze setjes van normaal goed armor, zoals deze, niet leer dus... Kan je maken met gold armor, je kan het maken met iron armor en je kan het maken met diamond armor. En het leuke is dan, stel je wil nog gaan opnemen en je moet iemand laten winnen. Kan je bijvoorbeeld gewoon iemand zeggen van, hey, jij gaat in de iron staan, die gaat in de diamond, die gaan we tegen elkaar laten vechten. En ja, je weet dan eigenlijk al wie de winnaar is. Maar goed, het kan dus ook met leer, zoals je ziet, cheap leather armor. Je doet gewoon cheap leather, ik kan dat even zo laten zien. Zet je er gewoon weer in en tada, klaar is Kees. Dan hebben we hier de Elven Plate Armor. Die vind ik ook echt heel vet. Die gaan we trouwens even opdoen. Het lijkt een beetje als Kingsguard Armor, om eerlijk te zijn. Kijk, zo. We kunnen hem even dit uitdoen. Ja, en dan doen we deze aan. Je ziet trouwens in de 1.11, want ik gebruik hem op 1.11. Op 1.12 functioneert hij helemaal prima. Maar op 1.11 is de broek alleen nog in een normale texture te zien. Dus ja, ik denk dat dat wel opgelost wordt naarmate je dus upgrade. En in 1.12 zou je er geen last van moeten hebben. Trouwens, even zien. Hier zag ik ook dit item. Kijk, nu zijn we echte elfen. Die hebben ook deze wapens. Weet je nog, uit de Lord of the Rings film? Precies. Nou, dan heb je dus de Knight Armor. Dat is dus een volledig setje met Knight Armor. Majestic, dat is voor koningen. Dan heb je de Lordish Armor. Die helm vind ik er trouwens al heel vreemd bij staan. Maar dat is blijkbaar... dat hoort er wel bij. Dat is dus voor bijvoorbeeld hertogen, generalen, dat soort dingen. Die kunnen eigenlijk allemaal gewoon dit soort armor aandoen. Dan hebben we de Norman Armor. Dat is zeg maar voor Noordlings. Dus bijvoorbeeld je zou hier gaan vechten met... Je zou bijvoorbeeld Zera tegen, Ljord hebben. Dan zullen zij bijvoorbeeld dit dragen en zullen wij bijvoorbeeld deze setjes aan hebben. Dus dat is nog wel een beetje een verschil. Dan heb je de Dwarven Armor en je hebt nog Basic Chainmail Armor. Die is ook trouwens wel heel erg leuk. En dan hebben we hier aan de overkant hebben we Lightfoot Soldier. Die varieert niet heel erg veel van de Heavy. De Heavy is wat roder in de borst. Zoals je hier ziet heb je dat niet. Dan hebben we hier de Crusader Armor. Dat is zeg maar ook wel weer een vet armor. Je ziet ook dat het Raven logo erin zit. Ook wel lachen. En Orc Armor. Nou, dat is misschien wel wat voor... hoe zeggen we dat? Voor Gritsgore. Dat hij zo'n soort armortje aan heeft. Dat is wel leuk. Ook hebben we hier Hunter Armor. Die is nieuw toegevoegd.
Dan hebben we hier nog de Darkplate Armor. Deze zou bijvoorbeeld heel vet zijn voor Rakhtanatos als die in armor moet lopen. Dan hebben we Tourney Armor. Voor mensen die lekker mee willen doen in een toernooi kan dat natuurlijk. En dan hebben we hier Northern Armor. Dat gaat een beetje gepaard met de Norman Armor die hier staat. Is het? Wat een Northern en Norman heb je. Dus Northern, oftewel Noordelingen. Hey, deze zou dus wat meer voor Lord kunnen zijn eigenlijk dan... ja, voor Virion. Weet ik veel, combinatie van zou leuk zijn. Dan heb je Roseplate Armor. Dat zijn zeg maar een beetje de vrije ridders. En uiteindelijk heb je hier nog weer een keer Viking Armor. Dus het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Qua namen, het zou heel goed kunnen matchen. Helaas geen Zandstrijder Armor. Of ja, die zouden dan een beetje, denk ik, in die Hunter gear moeten lopen. Dus Jynava, jullie weten het. Jullie moeten weten wat je moet gaan dragen en dat is leer. Dan hebben we hier ook een heleboel wapens. En ja, die wapens zijn natuurlijk heel vet. We hebben hier een Dwarven Axe. Zoals je ziet, hij is al langer dan dat hij daadwerkelijk zou moeten zijn met de zwaard. We kunnen even een zwaard erbij pakken, zoals deze. Dit is een normaal Diamond Sword uit John Smith. Maar je hebt ook een bijl en die is dus veel langer, zoals je ziet. Je hebt deze, de Double Glaive. Dat zijn nou echt die elfenwapens. Maar je hebt dus ook gewoon lekkere Dwarven Axes. Het zijn eigenlijk gewoon weer Diamond Swords, zoals je ziet. Dus ik zou weer even met mijn Diamond Sword er naartoe lopen. En dan veranderen we hem dus eventjes naar Dwarven Axe, was het volgens mij. Kijk, en dan zie je dus wel, je krijgt een Dwarven Axe. En je kan hem ook gewoon dual wielden. Dus dat ziet er wel fucking bruut uit, jongen. Ik ben een echte belenrammer. Ja. En dan hebben we hier nog veel meer wapens. Je hebt een hamer die je vast kan houden. Dat is wel leuk voor roleplay. Als je denkt, hé, we hebben wat bouwers nodig. Je hebt een Scepter of Life. Dat is misschien wel iets vets voor als er bijvoorbeeld iets van magie aankomt. Dit zou je wel leuk een Empire Wand van kunnen maken. Of zo, weet ik veel. Dit is de Scepter of the Dragon Lord. Dat zou wel een item kunnen zijn van Tommy, weet ik veel. Nou, het Koreaanse zwaarden. Deze vind ik trouwens ook wel vet. Deze zwaarden. Dit zijn de, even zien, Assassin's Blade. Oh nee, de Hoplet Swords. Die is zo cool. Je kan een zagerij voor de zagers en allemaal andere materialen. Hier heb je ook nog weer een heleboel voor medium halberds. Voor bijvoorbeeld wachters. Die moeten wachten. Je kan dan ook bijvoorbeeld je schild pakken. Misschien dat er ooit nog wel een keer een update komt. Dat je ze wel anders vast kan houden. Waar hadden we schilden staan trouwens? Die staan hier toch? Of niet? Oh nee, hier. Jongen, wat ben ik dom. Kijk. Zo. Doen we die daar even in. En zo zie je al. We kunnen dan echt zo naar voren pushen zoals in die fight... ik weet niet of jullie Game of Thrones kennen. De Bastards Ball. Nou, dan liepen ze ook zo met die schild zo. Dat vond ik wel heel cool. Dan hebben we hier nog even kijken wat andere wapens. Je moet het eigenlijk zelf eventjes uit gaan proberen. Er staat wel een lijstje, een link met een lijstje met alle items die er zijn. Kan je gewoon daar vinden. Oh, dit zijn de Kondas Swords. Die vind ik echt lelijk. Heavy Warhammer, jongen. Oh, die is ook wel cool. Fucking bruut. Dan hebben we ook een Kanabo. Dat zijn zeg maar echt van die... noem je dat? Van die vikingswapens volgens mij. Een beetje savages. Kan je het wel noemen. Je hebt hier ook nog oude wapens. De Darkblade, die is trouwens wel fucking vet, jongen. Dat is een heel lang zwaard. Maar ook weer misschien voor Empire weer een idee. Dan komen we een beetje bij de bogen. En die zijn ook wel heel speciaal op hun eigen manier. Zoals jullie in mijn laatste stream hebben kunnen zien... heb je dus lange bogen... En als je hem helemaal uitrekte, toen kwam er een soort van item frame bug. Maar dat is nou ook opgelost. Dat heeft Jens, oftewel Snee 00701, heeft dat even gefixt. En dat is wel heel fijn. Ook hebben we hier de Heavy Crossbow. Tada. Die is ook heel vet. En dan hebben we Nodachi. Dat zijn dan de wapens van de samurai. Dus ja, heel vet. En een nieuwe boog, een short bow. En andere wapens. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vinden. Doe eventjes een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchtracker voor meer van deze resource packs updates. Die gedaan worden door Snee 00701. Nog één keer een dikke shout-out naar hem voor het maken van deze pack. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Laat even in de reacties achter of jij hem ook gaat gebruiken. En dan zie ik je graag in de volgende aflevering. Valt natuurlijk iets op mijn kanaal. Hey, bedankt voor het kijken. Oh, wacht. Ik vergeet het belangrijkste. Dat is dat we bier hebben. Oh, wow. Ja, je jongens, bier. Laten we daarmee proosten. En tot de volgende keer. Later.